Nou ja, Henk-Jan, wat ging er door je heen? Als ik heel eerlijk ben, is het uiteindelijk... waarom we hier een reep maken, is dat je een reep wilt maken waarop je trots kunt zijn als je jezelf in de spiegel aankijkt. En als je al deze beelden ziet, dan heb je het idee dat je tegenwoordig niet trots kunt zijn op een chocoladereep die je maakt. En ik denk dat als je juist je best doet om wel trots te zijn op een chocoladereep, dan moet je zelf je verantwoordelijkheid nemen, je niet verschuilen achter een certificering. En dan moet je uiteindelijk zelf weten wie de cacao produceert. Is dat op dit moment zo? Ja. Ja? Ja. Ik ben apetrots op de chocolade die we maken. En ik denk dat we ontzettend goed weten wie onze chocolade maken. Ik weet ook dat doordat we regelmatig naar de coöperaties toe gaan, waar wij onze bonen nu van inkopen. En van momenteel deze maand worden voor het eerst de repen van die boeren ook daadwerkelijk geproduceerd. Dus vanaf deze maand is het zo? Ja. Voor deze maand nog niet? Nee, voor deze maand kochten wij gecertificeerde chocolade. En gingen we op zoek naar manieren om uiteindelijk die chocolade beter te maken. Ja. Dus vanaf deze maand kan je weer trots in de spiegel kijken als je denkt aan de chocolade die je maakt. Nou, ook deze maand kan ik trots in de spiegel gaan kijken, ja. Even nog een paar dingen die Mickey net zei. There is no slave-free chocolate. Garanties krijg je niet. En op het moment dat je naar een plantage toe gaat en je ziet daar dat het allemaal in orde is, weet je dat het op dat moment in orde is. En op het moment dat je er niet bent, kun je niet zeggen dat het in orde is. Ja. En wat is je vermoeden? Kunnen we het stickertje op weg naar 100% op weg naar slaafvrij chocola eindelijk weer vervangen naar 100% slaafvrij chocola? Nou, als je 2,5 miljoen boeren hebt in Ivoorkust en Ghana, ja. En daar werken 1,5 miljoen kinderen op die boerderijen. Daarvan zijn 460.000 volgens ons, en dat is een defensief aantal, zijn 460.000 kinderen illegaal en die definiëren wij als slaven. Er werken dus op 2,5 miljoen boerderijen 460.000 kinderen illegaal. Dat is net zoveel als alle inwoners van de hele stad Utrecht. Op het moment dat je weet dat dat aan de hand is, kun je nooit zeggen dat je gegarandeerd slaafvrije chocolade maakt. Sterker nog, jij was volgens mij wat 2 weken geleden in Ghana op een... Ja. Nou, vertel het zelf maar even. Nou, dus, de meeste van jullie hebben het boekje wel. En daar sta ik dan zelf heel prominent met mijn westerse billen. Sta ik op pagina 3 of zo. Gefotografeerd in Ghana. Prima billen hoor. Ja. En dit leidt af, hè? En als je die foto maakt en je geniet van het moment dat het daar prachtig is en dat er hard gewerkt wordt en dat het op een fairtrade gecertificeerde plantage dat daar cacao geoogst wordt. En die cacao zag er prachtig uit en ik hou van het product cacao en ik wil graag de lekkerste chocolade ter wereld maken. En ik had het idee dat het daar prachtig was. En na 5 minuten zeiden Eva, Johan en Hubert zeiden tegen elkaar, hoe oud zou die jongen eigenlijk zijn? En op het moment dat je realiseert dat je daar een jongen ziet werken. En ik heb er een foto van, dus ik zal hem straks even erop zetten. En die staat achter mij, mijn dikke billen staat die daar te werken. Op het moment dat je je realiseert dat die jongen daar aan het werk is, terwijl die eigenlijk naar school hoort te gaan. Een kind? Dat is een kind van 1 jaar of 12, ja. Op een Fairtrade coöperatie? Dat is een Fairtrade gecertificeerde coöperatie, ja. Dat was niet die van jullie, maar dat had net zo goed wel zo kunnen zijn. Ja, het is niet de coöperatie waar wij momenteel zaken mee doen. Maar het is een hele goede coöperatie. En juist het voorbeeld is illustratief voor wat er aan de hand is. En het gaat niet om of dat nou wel of niet onze coöperatie is. In dit geval was het niet onze coöperatie. Maar waarom is het illustratief? Wat zegt dit dan? Nou, dit geeft aan dat je dus geen garantie kan geven over of er wel of geen slavernij plaatsvindt op een gecertificeerde plantage. Dat zegt dus ook dat certificeren ook een beetje een wassen neus is. Nee, het is een initiatief dat ervoor zorgt dat de wereld beter wordt. En ik denk dat... Maar het certificeren... Kijk, ik weet dat de Tonys heeft ooit een rechtszaak gewonnen. Dat ze wilden zeggen dat ze slaafvrij waren. Omdat dat certificaat erop zit. Mensen kopen die reep wat certificaat erop zit. En denk van, omdat er certificaat erop zit, dat tekentje van goedkeuring erop zit, kan ik ervan uitgaan dat het slaafvrij is. In die zin is dat certificaat dus een wassen neus.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Uiteindelijk is het een initiatief dat ervoor zorgt dat er aandacht is voor de problematiek. En op het moment dat er aandacht is, zal er ook een oplossing gaan komen. En ik ben ervan overtuigd dat een gecertificeerde plantage, waar veel gesproken wordt over de illegale arbeid, dat er niet moet plaatsvinden, dat het daar minder voorkomt. Maar je kan niet de garantie afgeven dat het niet voorkomt. Dus het is zeker geen wassen neus. Het is een initiatief dat heel erg goed bedoeld is. Ik denk alleen dat de impact nog veel te laag is. Ja, de impact is heel laag. Ik denk dat de impact nog veel te laag is, ja. Even naar jullie mission statement. We zullen niet rusten voordat iedereen in de keten zorgeloos van chocolade kan genieten en de boeren in Afrika een eerlijke prijs krijgen voor hun cacao. En we proberen andere merken te overtuigen om over te stappen op eerlijke chocolade. Ja, ik ben gisteravond vrij laat naar bed gegaan en vanochtend vrij vroeg opgestaan. Dus veel gerust heb ik niet. Dus dat stuk klopt. Wat ik kan zeggen is dat we uiteindelijk, wij werken nu samen sinds dit jaar met Barry Callebaut en met CocoSource, met 529 boeren. Als die 529 boeren gegarandeerd slaafvrij zouden zijn, dan nog steeds is de impact zo laag dat je niet kan zeggen dat het echt veel impact heeft. Er zijn wereldwijd 5,5 miljoen boeren. En uiteindelijk moeten wij er dus voor zorgen dat we een model neerzetten. Dat ervoor zorgt dat we het goede voorbeeld kunnen geven. En dat is niet arrogant bedoeld, maar dat is waar we naar streven. En dat uiteindelijk de grote jongens zeggen, dat gaan we omarmen en dat gaan wij ook doen. En op het moment dat we dat met elkaar zouden kunnen doen, dan denk ik dat er een heleboel leed uit de keten verdwijnt. En niet ook wat meer de beuk erin. Niet gewoon ook wat meer dingen doen buiten alleen maar een reep zijn. Nou, maar ik denk dat juist een reep zijn heel erg leuk is. Kijk, nee, zeker, ja. En ik denk dat mijn beuk anders is dan jouw beuk. Maar ik denk dat we allebei best wel de beuk erin doen. Ja? Ja. Oké. Dan staat er ook, we blijven vechten voor betere prijzen voor de boeren. Ja, klopt. Dat zou ik denken, nou betaal die boeren gewoon meer. Dan geef je ze betere prijzen. Ja, wij... We hebben daar een lange termijn overeen. Ja, iemand komt bij mij en die zegt van nou, ik wil opslag. En dan zeg ik nou, ik zal vechten voor een beter salaris voor jou. Ik kan hem ook gewoon die opslag geven, toch? Nee, maar volgens mij is het verhaal andersom. Want hier is het niet zo dat degene vraagt om een hoger salaris, zoals in jouw geval. In dit geval is het dat de baas aangeeft dat er graag een hoger salaris betaald gaat worden. En wat wij in Ghana doen, is wij betalen 25% meer dan de conventionele prijs voor de bonen die we inkopen. En 25%, als een heel dorp 25% meer gaat verdienen, is dat gigantisch. Dat houdt dus in dat de straatprijs van de postcode loterij in één keer valt in al onze straten. Nee, dit houdt in dat er 25% meer verdiend wordt in een heel dorp. En dat klinkt heel stoer als ik dat hier zo zeg, maar dat houdt uiteindelijk in dat er per reep 1 cent meer betaald wordt. En op het moment dat wij 1 cent meer betalen per reep, dan gaat het hele dorp al 25% meer verdienen. En dat doen we. Dus hoeveel, als ik dus, we hebben dat ooit, toen hebben we daar ooit aan de stok gehad met de meneer van de Max Havelaar. Ik zei van, als wij zoveel meer betalen voor, in de supermarkt voor een fair trade reden, gaat er 0,0001 cent extra naar de boer. Hoe is dat nu dan? Nou, ik vind het wel grappig dat ondanks het feit dat je niet zo geïnteresseerd bent in onze omzetcijfers, je toch wel in deze cijfers geïnteresseerd bent. Ik ben inderdaad meer geïnteresseerd in wat de boer eraan verdient dan wat jij eraan verdient. Ja, dat klopt. Jij toch uiteindelijk ook, hè? Ja, allebei. Maar wat uiteindelijk het succes is, denk ik, is dat je een commerciële organisatie bent die groeit en die geld kan afdragen. En de afdracht die wij doen, die is best fors. Wij dragen €65.000 af bij de inkooppremie van het inkopen van de bonen. We dragen €90.000 af, €60.000 van dit jaar en €30.000 van de afgelopen jaren aan de Chocolonely Foundation, dat is onze eigen stichting. En we dragen vervolgens nog €85.000 af aan de stichting Max Havelaar. Het telt op naar een bedrag van ongeveer... Naar een bedrag van ongeveer €250.000 op een winst van €100.000. Ja. En hoeveel komt er dan rechtstreeks terecht bij de boer? De boer en de coöperatie zijn in mijn geval hetzelfde, want de boer is de stemgerechtigde binnen de coöperatie.
De 90.000 euro van de stichting komt het leeuwendeel bij de gemeenschap terecht. En de prijspremie, de 65.000 euro, die komt rechtstreeks bij de coöperatie en dus de boer terecht. Dankjewel. Zijn er nog vragen uit de zaal? Het kan toch niet zo zijn dat we zo'n makke zaal hebben vandaag dat niemand een vraag stelt. Ja, daar. Oh. Je hebt het nu over bedragen wat allemaal, ik kan hem zelf niet zien, bedragen wat naar Max Havelaar gaat en Foundation en dergelijke. En dat zijn behoorlijke bedragen. Dus ik denk wat dat betreft voor onze maatstaven is dat natuurlijk ontzettend goed. Maar voor zo'n dorp is zoveel geld natuurlijk ontzettend veel. Gaat natuurlijk niet allemaal naar één dorp. Maar hebben jullie ook wel, jullie hebben ook al mensen die echt bezig zijn met de impact van de plekken daar. Maar hoe kun je nou nog effectiever met dat geld uiteindelijk verzorgen dat er ook echt een ontwikkeling daar komt en niet alleen maar, het is natuurlijk zo'n ander leven daar, andere wereld, andere cultuur. Daar kunnen wij natuurlijk niet veranderen, maar hoe kan je, zijn er mensen die daar echt verstand van hebben, die daar gestudeerd voor hebben, weet ik veel wat, en jullie daarin bijstaan? Ja. Henk-Jan, snap je de vraag? Ja. Oh, oké. Goed. Weet je wat, dan ga jij daar staan en ga ik als een soort gekkie door de zaal rennen. Uiteindelijk begint het bij de boer. En de boer die weet heel goed wat hij zelf nodig heeft. Dus wij hoeven niet als westerling te controleren waar hij zijn geld aan uitgeeft. Als hij zijn geld heeft, kan hij zijn eigen afweging maken. En de manier om ruzie met mij te krijgen is als iemand voor mij gaat bepalen waar ik mijn geld aan uit moet geven. Dus in eerste instantie moet je dat aan de boer overlaten om zijn geld uit te geven op de manier zoals dat hij dat wenst. Vervolgens hebben we een programma waarvan wij zeggen dat we ze kunnen ondersteunen om professionele te boeren, de coöperatie sterker te maken en de boer uiteindelijk ook de ruimte te geven om in de gemeenschap dingen te doen. In Abokva, Appenwapen, een kleine plaatsje waar we nu een aantal keren zijn geweest, daar zie je nu dat ze een gigantisch kantoor gaan bouwen als het hoofdkantoor van de coöperatie. En we zijn net begonnen, dus ik kan niet zeggen dat we nu al heel veel impact hebben. We hebben heel veel dingen gedaan. We zijn nu als bedrijfje in een dusdanige stabiele omgeving terechtgekomen dat we ook daadwerkelijk geld kunnen gaan uitgeven. En het geld wat we gaan uitgeven laten we extern controleren door een organisatie die heet Avans. En Avans doet ontzettend veel werk in derde wereldlanden en die weet ook heel goed hoe je de impact daarvan kunt meten. Al die verhalen wat ik nu vertel is nog niks van gebeurd, maar dat gaat gebeuren. Iemand anders? Ja. Jullie gaan naar de boerderij om te kijken of er alles in orde is. Ik niet, hè? Oké. Maar ik vroeg me af of zij dat van tevoren weten. Of dat jullie ook onaangekondigd daar naartoe gaan. Allebei. We kondigen aan dat we er naartoe gaan, want het is best wel een eind weg. En op het moment dat je er aankomt en er is niemand, dan is het best wel een trip voor niks. Dus we hebben afspraken met mensen van de coöperatie of organisaties waar we zaken mee doen. En daarnaast rijden we ook het veld in om te gaan kijken wat er gebeurt. We zien natuurlijk helemaal niks, want op het moment dat daar een blanke binnenkomt, voordat wij uiteindelijk die auto uit zijn, dan heeft het hele dorp dat al lang in de gaten. Maar wat ik zei, dus de afgelopen 3 weken kwamen we dus op die plek waar die foto dus gemaakt is voor in dat ding. En dan loop je in één keer op een prachtige plek waar cacao geoogst wordt en waar dus een kind aan het werk is. Dus ja, we komen onaangekondigd op plekken en zien dingen die eigenlijk ervoor zorgen dat je een steen in je maag krijgt. Maar toch nog één keer, is het nou... Je zegt van, ja god, er zijn er zoveel en het is allemaal zo ingewikkeld... Wanneer, ik vind het niet zo ingewikkeld. Wanneer is het dan echt zo dat er geen kind meer aan het werk is en dat hij gewoon op school zit? Nu lopen we vooruit op het stuk wat we straks willen gaan vertellen. Maar uiteindelijk denken wij dat niemand baat bij heeft dat kinderen werken op een cacaoplantage. En op het moment dat de boer het niet wil, het kind het niet wil, de industrie het niet wil en de consument het niet wil, dan zou het mogelijk moeten zijn om het gewoon compleet te elimineren. En uiteindelijk heeft het met geld te maken en met bewustwording te maken. Want uiteindelijk als de regelgeving is er, het is illegaal, maar het gebeurt wel. Maar het gebeurt dus wel op plantages die fair trade zijn gecertificeerd, waarbij dus ook al die goede bedoelingen die je nu net zelf al opneemt, van die wil het niet, die wil het, die wil het niet, daar is dat ook al aan de hand. En toch gebeurt dat. Ja, als je weet dat er 2,5 miljoen boeren zijn, waarvan een groot deel gecertificeerd is en een groot deel niet. En er zijn 460.000 mensen die illegaal werken in de cacao. Dan kun je op je klompen aanvoelen dat het op iedere
type cacaoplantage voor kan komen en voorkomt. Ja. Ja, nee, maar daarom zeg ik, wanneer en dan zeg je, ja, maar als iedereen ervan bewust is dat dat allemaal heel erg is en niet goed, dan is dat op een gegeven moment, dan houdt het wel op. Maar dat is dus kennelijk niet zo. Nee, maar ik denk dat certificering niet de stap is die de garantie gaat afgeven. Het is een stap voorwaarts. En als je vervolgens een directe relatie hebt en je bent bereid om meer te betalen en beter te controleren en intensiever te controleren, dan ben ik ervan overtuigd dat je het kan elimineren. Dan kan het wel. Ja. En dat is het verhaal wat je straks gaat vertellen. Ja. Bij de jaarcijfers. Precies. Na de pauze. Blijf je? Ja. Oké. Mensen, fijne pauze.